Ze zijn nog maar net 5 minuutjes onder water, de duikers in de Berkel in Zutphen. En ze hebben het eerste voorwerp al gevonden. Een loodzware stenen gans. Er komt er nog eentje uit het water. Hoe zwaar is die? 15 kilo. 15 kilo, denkt u? Jazeker. Ja, er lag hier een betonnen gans onder water. Die zal wel ergens uit een tuin komen of zo, maar we hebben hem in de boot gelegd. De zwemmers hebben daar in ieder geval geen last meer van. Wat vinden jullie hier allemaal zoal in het water? Vooral fietsen, winkelwagentjes, verkeersborden, verkeershekken. We gaan kijken wat we meteen tegenkomen. Waarom is dit? Voor de Vrije Slag door Zutphen. De zwemtocht die zaterdag 15 augustus is. En dan gaan we ze hier door de Berkel zwemmen. En wij zorgen ervoor dat het een beetje veilig gebeurt. Dat de zwemmers zich niet kunnen verwonden aan de materiaal dat er ligt. Een klein stukje verderop komt het bootje weer langsgevaren. En de buit is inmiddels groot. 2 complete fietsen. Een stuk aluminium werd er zojuist uit het water gehaald. En ook een soort winkelrek. En ik zie ook zelfs een verkeersbord liggen. En verder veel autobanden.